direct een gewijde sfeer. En daar komt op het podium als eerste Alexandre Gerassimez. We zien Alexandre Esperet, Galdric Subirano, Ramon Lormans en natuurlijk pianist Ivo Janssen. Twee marimba's en twee vibraphones en de piano voor Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Thank you.
Thank you.
Hoe eindig je zo'n stuk als Canto Ostinato? Eigenlijk is dat muziek die nooit moet ophouden, maar altijd maar door moet blijven klinken. Maar dat kan natuurlijk niet, er zijn praktische bezwaren. En eigenlijk midden in de beweging vallen de handen en in dit geval op de stokken van marimba-spelers en vibrafonisten stil. De handen van pianist Ivo Janssen. Hij speelde Canto Ostinato met Ramon Lormans en Alexej Gerassimez marimba. En Alexandre, Esperet en Galdric, Subirana, Vibraphone. In het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. De grandioze finale van het World Minimal Music Festival met Canto Ostinato van Simeon ten Hoop. Het populairste en geliefdste werk van deze vorig jaar overleden Nederlandse componist. U hoort het ongetwijfeld aan de achtergrond, het publiek in deze uitverkochte zaal. Laaiend enthousiast. Je kon een spel te horen vallen tijdens de uitvoering. Nou, één iemand heeft het dan toch niet volgehouden tot het einde. Maar dat was dan ook de enige. De marimba's. Groot achter het podium naast de vleugel. We keken als publiek recht in het gezicht van pianist Ivo Janssen. De vleugel is niet evenwijdig aan de rijen in de zaal, maar haaks erop. Een geweldige klank af en toe van die grote marimba's die heel diep kunnen gaan. En voor een hele nieuwe sonoriteit zorgde in Canto Ostinato van Simeon ten Hoop.